Eindelijk heb ik weer iets gevonden met bomen. Jongens, ik kom net uit Bloemburg en ik wou op vakantie. Alleen ik ben aangevallen door zombies. Ik ben nu de weg kwijt en ik heb helemaal geen spullen meer. En ik zit midden in de woestijn, nergens was hout te vinden. Ik ben de weg kwijt en ik heb eindelijk iets gevonden. En hey, er is daar rook. Hallo, is hier iemand? Hallo. Waarom liggen hier allemaal botten op de grond? Wat is dit? En wat is dit ook voor een raar eiland? Het is wel een mooi eiland en ik wou op vakantie. Dus misschien kan ik hier mijn eigen vakantiehuisje maken. Alleen die botten vind ik niet zo heel erg leuk. Alleen ik ben al lang blij dat ik weer bomen heb gevonden. En hallo, is hier ook ergens een dier of zo? Want ik heb namelijk best wel veel honger. Ik zie daar in de verte een schaap. Oké, dit is perfect. Er moet hier denk ik wel iemand wonen. Alleen al die botten vind ik maar raar. Hallo, woont er iemand? Staat hier nog een vuurtje aan? Hier ook weer allemaal botten. Wat is dit? Hallo, is hier misschien iemand? Of waarom liggen hier allemaal botten? Het kampvuurtje staat toch aan, dus er is hier iemand geweest. Wat is dit? Ik heb geen idee wat het is. Ik weet ook niet of ik hier wel naar binnen durf. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon even het eiland verkennen. Ik zie in ieder geval allemaal bomen. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen met survivalen, omdat ik al mijn spullen kwijt ben. Dat betekent dat ik mijn pistool kwijt ben uit Bloemburg. Ik ben mijn armor kwijt. Ik ben mijn gouden appels kwijt. Ik ben alles kwijt. Oh, maar ik ben in ieder geval even weg van Torben en van Pato, die vuile dief. Dus eigenlijk vind ik het niet erg. Weet je wat? Ik ga gewoon op dit eiland mijn droomvakantie houden. En ik ga hier gewoon het mooiste eiland ooit van maken. Oké, ik heb in ieder geval wat hout. Zo, daarmee maak ik even een crafting table op deze manier. En dan maak ik even wat sticks. Kijk. En dan hak ik nog eventjes wat hout. Zo, en dan heb ik een pickaxe. Kijk eens aan. Kijk, dit is perfect. En met die pickaxe kan ik de cave in om steen te hakken. Ik vind alleen die cave een beetje eng, jongens. Weet je wat? Ik ga gewoon even het eiland ontdekken. Wat kan ik allemaal op dit eiland vinden? Ik zie namelijk niet heel veel bijzondere dingen. Oeh, ik zie daar een waterval. Dat vind ik wel vet. En hallo, schaap. Hallo. Heb jij misschien een enig idee waarom daar een kampvuurtje brandt, omdat er niemand is? Schapen kunnen helemaal niet praten. Oké, hier heb ik helemaal niks aan. Doei, schaap. Oh, jongens, wat is dit nou voor haar eiland? Weet je, ik ga hier gewoon even omhoog klimmen. Kijken of hier wat te vinden is. Of is dit gewoon een saaie waterval? Dit is gewoon een saaie waterval. Dit meen je niet. Wacht, als ik nou daar bovenop kan klimmen, dan heb ik perfect uitzicht over hoe het eiland eruit ziet. Want verder is er namelijk overal alleen maar woestijn in deze wereld. Oké, kan ik hier omhoog? Hey, ik zie wat. Ik plaatseer even een blokje. Kijk, oh, een village. Oké, een village is echt perfect. Dat betekent in ieder geval dat er dat hier een beetje de bewoonde wereld is. Daar ben ik wel blij mee. Maar kijk daar naar dit geweldige eiland. Oké, die botten vind ik misschien wel een klein beetje raar. Maar ik ga van dit eiland het mooiste vakantieeiland maken wat er bestaat. Want ik ben even helemaal klaar met Bloemburg. Alleen voordat ik die cave in durf te gaan, wil ik even de village looten. Misschien kan ik daar wel goede loot vinden. Dan kan ik misschien een zwaard vinden. En dan durf ik op zich die cave al in te gaan. Dus springen! Let's go! Eens even kijken. Wat kan ik hier allemaal vinden? Hallo meneer de villager. Jij bent toch wel een vriendelijke villager, of niet? Want anders weet ik het ook allemaal niet meer. Ligt hier een kistje voor jou? Ik ben namelijk niet vriendelijk, want ik kom hier namelijk om de hele village te plunderen. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik wil het mooiste eiland ooit maken. En oeh, een kistje en cactussen. Wat heb ik nou aan cactussen? Ik heb wel wheat. Daarmee kan ik lekker brood maken. Dat komt op zich wel van pas. En verder, hallo meneer de villager. Alles goed met jou? Ik kom hier helemaal niks doen, hoor. Nee. Wegwezen jij. Sorry, villager. Oké, ik moet uitkijken, want ik moet natuurlijk niet ruzie maken met de Iron Golem. Hier, villager, ga jij maar weer lekker naar boven toe. Ik heb jouw kistje toch al helemaal leeg geplunderd. Oké, wat hebben we hier? Wat is dit voor raar huisje? Oeh, die potjes kan ik misschien perfect gebruiken om het eiland wat mooier te maken. En hier staat helemaal niks. Hier ligt wel heel veel wheat. Al dat wheat ga ik natuurlijk ook even meenemen, want daar kan ik weer lekker brood van maken. Dat is perfect. Want als ik op een onbewoond eiland wil overleven, moet ik natuurlijk wel kunnen eten. Kijk, dankjewel. Dit vind ik wel even genoeg voor nu. Deze neem ik mee. Deze kan ik ook wel gebruiken. Oeh, kijk, deze bel neem ik natuurlijk ook even mee. Die vind ik ook wel even mooi. Zo, dankjewel. En ik moet er eigenlijk gewoon voor zorgen dat ik zo sterk terugkom. Dat ik super sterk word op dit eiland. Torben weet van niks. En dan kom ik terug in Bloemburg als de sterkste speler van Bloemburg. Ja, dit is echt het allerbeste idee ooit. Hier staat ook weer... Oeh, ja, ik lieg. Hier staat wel wat leuks. Namelijk een bloempotje. Dankjewel. En hier nog een bloempotje. Die wil ik
ook hebben. Alleen, ik zoek even goede loot. Hallo, is hier een kistje voor mij? Nee, dit hoef ik niet. Is in dit huis een kistje voor mij? Nee. Hallo, villager. Je vindt het vast niet erg als ik deze even meeneem, hè? Nee, dankjewel. Doei. Oké, staat hier een kistje? Nee, ook geen kistje. Waarom staat er nergens een kistje? Dit is denk ik de slechtste village die ik ooit ben tegengekomen. Oh, ik neem het terug. Ik neem het terug. Ik zie namelijk een kistje. En hierin zit denk ik hele goede loot. Nee, hier zit ook geen goede loot in. Ik hoef geen brood en ik hoef geen wheat. Ik heb genoeg brood en wheat. Ik wil gewoon goede loot hebben. En hier... hier staat ook weer helemaal niks. Oh, dit neem ik mee. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar ik kan alles gebruiken op mijn onbewoonde eiland. Maar wat ik het meeste kan gebruiken is iets van een zwaard. Of iets van iron, waar ik een zwaard mee kan maken. Geen klei, hoef ik niet. Oh, ik wil even goede loot. Is hier goede loot voor mij te vinden? Nee, maar deze ga ik ook meenemen. Wat ik eraan heb, weet ik niet, maar het is wel leuk. En verder, hier staat weer helemaal niks. In dit huisje, hallo, staat hier voor mij een kistje. Hier ook weer echt helemaal niks. Oh, jawel, jawel, jawel. Oké, wat zit erin? Geef me alsjeblieft hele goede loot en we krijgen... Oh, dit is echt de slechtste loot die ik ooit heb gehad in de village. Villagers, ik zou mij maar heel snel... Auw, ik zou mij maar heel snel goede loot geven in het laatste huisje. Nee, dit wil ik niet. Oh, dit is echt de slechtste village ooit. Wat is het? Dit nou weer? Zit hier wat onder? Wat zeldzaams of zo? Hallo, hier misschien goede loot voor mij of ook niet? Nee. Waarom heb ik zoveel pech bij mijn loot? Ik hoef dit allemaal niet. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon... Ik heb helemaal niks aan jullie. Ik ga gewoon zelf een zwaard maken. En ook al is hij van hout, dat maakt niet uit. Ik ben namelijk supergoed in Minecraft, dus dat komt helemaal goed. En dan ga ik die cave in en dan ga ik kijken wat ik daar kan vinden. Ook al vind ik die botten nog steeds wel een beetje eng. En ik weet nog niet helemaal of ik dit moet gaan vertrouwen. Maar ik ga er gewoon heen. Ik zie het wel. En kijk dan hoe gaaf mijn eiland eruit ziet van zover. Weet je wat? Vanaf nu noem ik het Bloem Eiland. Ik vind dat wel een hele leuke naam. Oké, we zijn weer aangekomen op het eiland. En ik ga sowieso beginnen met al die botten maar eens even opruimen. Want dat vind ik maar vies. Ik weet niet van wie die botten zijn en wat voor botten het zijn. Maar ik hoef geen botten op Bloem Eiland. Oké, dit is namelijk een mooi eiland. En ik ga hier een vakantieresort van maken. En dan als misschien een keer Torben op vakantie wil, dan moet hij hier heel veel diamonds voor betalen. Wil hij hier op vakantie mogen? Dat is perfect. En dan op die manier kan ik ook nog eens super rijk worden. En de rijkste speler van Bloomberg worden. Ik vind het een goed idee. Oké, laat ik eerst maar even verder gaan met deze boom weghakken. Want als ik iets niet mooi vind op een eiland of waar dan ook in Minecraft, is het wel bomen die zweven. Dus deze moet even weg. Zo, even dat laatste blokje. En daarmee kan ik perfect even een zwaard maken. Kijk, zo. En dan een stick en twee stukjes hout. En dan heb ik een houten zwaard. En wat kan ik daar vinden? Ik hoop dat ik hier wat goeds kan vinden. Ik ga gewoon even spieken. Wat is hier in de cave? Er zitten allemaal cave spiders in de cave. Ik ben bang voor spinnen. Hallo, meneer de spin. Meneer de spin, kom hier. Kom, jij bent nu helemaal alleen. Au! Au, 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 au. Au, au, au. Misschien is het handig als ik eerst even eet, zodat ik al mijn hartjes weer heb. Want ik heb namelijk helemaal geen armor meer. Oké, eens even kijken. Zijn hier meerdere spinnen? Ja. Oh, ik zie een kistje. Ik zie een kistje. Spinnetjes, kom maar naar buiten toe. En dan kan ik jullie lekker... Au! Au, au, au. Nee, 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 nee. Au, 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 au. Au, spinnen, ga dood, ga dood, ga dood. Ga dood, ga dood. Stomme spin. Oh, nee, 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 nee. Ik heb nog maar één hartje. Ik heb nog maar één hartje. Oh, sorry spin, sorry spin. Ik zal het niet meer doen. Laat me met rust. Wacht. Eventjes hier achter de boom schuilen, hoor. Eventjes wat eten. Even weer wat levens erbij krijgen. En dan volgens mij zat er nog één spin in. Maar ik ben echt heel benieuwd wat er in het kistje zit. En nu weet ik ook waarom al die botten hier liggen. Ik weet zeker dat hier meer mensen zijn geweest. En die zijn natuurlijk doodgaan door de spinnen. Ik ben natuurlijk een superpro, dus daarom ga ik niet dood door de spinnen. Kijk dan, wat een enge cave. Grapje, de cave is helemaal niet eng. Even wat eten, wat hartjes erbij krijgen. En is er nog een spin hier aanwezig? Hallo. Oh, hoi. Alle spinnen zijn weg. Dat betekent dat ik gewoon kan kijken wat er in de kist zit. En oh, een diamond blok. Waarom zit er een diamond blok hier in de kist? En allemaal gouden nuggets. Kijk, die gouden nuggets wil ik ook wel hebben. En allemaal botten winnen, spinnenwebben. Het lijkt erop alsof hier heel lang niemand is geweest. En ik weet nog niet van wie dit diamond blok is. Maar, wacht. Kijk. Aangezien dit nu mijn eiland is, is dit vanaf nu ook mijn diamond blok. En aangezien niemand weet dat ik op dit eiland ben, kan ook niemand mijn diamond blok stelen. Kijk,
dit is perfect. Ik heb namelijk hier net wat gestolen. Een composter. Wat ik er dan heb, weet ik niet. Maar vanaf nu is dat mijn diamond block pilaar. En eens even kijken van het afstandje of dat er mooi uitziet. Ja. Oké, dit is echt het mooiste diamond block die er bestaat. Oké, maar nu moet ik eigenlijk ook nog een onderdak bouwen. Ik kan natuurlijk een mooi vakantiehuis bouwen. Maar wat ik ook kan doen is een tent maken. En dan ga ik gewoon kamperen op dit eiland. Ik denk dat dat wel een leuk idee is. Alleen, hoe maak ik nou weer een tent? Ik denk dat ik dit hier ga weghakken. Al deze blokjes hier, die staan toch maar in de weg. En dan ga ik hier gewoon een mooie tent maken. Dan heb ik meteen twee mooie stoeltjes. Dan heb ik een kampvuurtje. Dan kan ik uitkijken op mijn diamond blok. En dat zijn gewoon meer diamonds dan ik had in Bloemburg. Ik ben hier gewoon veel vrolijker dan Bloemburg. Op vakantie gaan is leuk. Ik moet dat vaker doen. Kijk, hier plaats ik gewoon even wat slabs. Hierboven plaats ik ook weer even wat slabs. Kijk. En dan ga ik gewoon een soort van tent maken. Hoe ga ik dit doen? Ik kom ook echt heel veel hout tekort. Weet je wat? Ik ga even die tent afmaken. En mijn tent is klaar. Het lijkt niet echt op een tent. Het is eigenlijk gewoon een klein houten huisje. Maar ik vind het op zich wel leuk. Het enige wat ik nog nodig heb is een bed. En er liepen hier wat schapen. Alleen er liepen dus maar twee schapen. En ik heb geen iron om een schaar te maken. Dus hoe ga ik dit doen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik maar gewoon de volgende keer even moet minen. En dan heb ik wat iron. Ik heb wel diamonds. Maar daar kan ik niks mee nu natuurlijk. Oh nee, ik ben zo dom. Ik heb een diamond block neergezet en nu kan ik hem niet meer hakken omdat ik geen iron pickaxe heb. Oh, oké. Ik denk dat het verstandig is dat ik misschien maar even dieper deze cave in ga. Iron ga minen. Dan kan ik een bedje maken. En daarna is het tijd om van dit eiland het mooiste eiland ooit te maken.